Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Voetbal Game Changer Challenge video. Mijn naam is Leroy en ik help voetballers de beste versie van hunzelf worden. En vandaag ga ik naar een nieuwe Voetbal Game Changer. En zijn naam is Xavier. En ik heb hem net al gebeld. Hij zal hier ergens aan de weg staan. Vandaag gaan we het hebben over zijn toekomst. We gaan het hebben over een stukje mentale kracht. En we gaan het hebben over wat hij allemaal heeft meegemaakt, hoe hij zichzelf heeft ontwikkeld. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben als het goed is nu heel dicht in de buurt. Kijk eens, daar is die. Xavier, topper! Hey jongen, goed dat je er bent. Hey, voordat we zo meteen gaan beginnen, ik heb natuurlijk nog eventjes een cadeautje voor jou. Kleed je even snel om en dan gaan we snel aan de bak. Hop! Ja, daar is die dan. Xavier, goedemorgen. Hoe is het met je? Goedemorgen. Gaat goed. Gaat goed, ja, top jongen. Ja, zeker. Je hebt je al helemaal omgekleed, dus laten we gaan. We gaan vandaag veel doen. We beginnen zometeen lekker met het interview. Ik wil alles over jou weten. We gaan naar de Voetbal Game Change Studio. Yeah. We gaan samen trainen. En we gaan natuurlijk de challenge doen. Ben je een beetje ready voor de challenge? Zeker, zeker. Heb je geoefend? Dat niet echt, maar het moet goed komen. Vertel eventjes hoe je er 2 jaar geleden uitzag, hoe je bewoog. Was dat soepel, was dat stijf? Vergeleken wat ik nu doe, zeg maar, was dat echt gewoon slecht. Gewoon niet goed genoeg om op hoog niveau te voetballen, zeg maar. En nu is dat, vind ik zelf, veel beter. En ik voel me ook veel lekkerder in mijn vel daardoor. Zelfverzekerd in het veld ook. Ja, want we hebben al best wel een traject samen afgelegd. Hè? We zijn eigenlijk begonnen met een soort van screening. Toen hebben we gewoon gekeken van oké, hoe gaat het met het bewegen zonder bal? Nou, mm-hmm. Toen zagen we wel heel veel verbeterpunten eigenlijk. Hè? Nou, daar zijn we eigenlijk hard aan gaan trainen een jaar lang. Yeah. En toen vorig jaar, toen zat je eigenlijk in het Voetbal Game Changers programma. Mm-hmm. Weet jij nog een beetje waarom je mee wilde doen? Wat de reden was? Want het ging op zich al goed. Ik wou gewoon de beste versie zeg maar, van mezelf worden. Mm-hmm. En ik hoopte dat dit mij daarmee zou helpen. En dat heeft het ook wel gedaan. Ja, want ik wou net zeggen, want we zitten nog in het programma. En je hebt wel, we kunnen wel zeggen, je hebt wel echt mega stappen gemaakt. Ja, klopt. Het Voetbal Game Changers programma die richt zich natuurlijk echt op die 87 minuten. Kan je nu zeggen, omdat jij meer aandacht hebt besteed op die 87 minuten, dat je daardoor toch een stage hebt gekregen? Zeker wel, ja. Ik denk dat ik ook die informatie die we hebben gekregen, zeg maar. En gewoon de trainingen die we hebben gedaan en gewoon getraind, ook bij jou gewoon. Heb ik zeker wel gewoon dat ik daar ben gekomen, zeg maar. Mm-hmm. Dat ik dat heb bereikt om een stage te krijgen. Dus, mooi. Kan je een klein beetje vertellen wat voor informatie je daar zo al krijgt? Wat heb je allemaal geleerd? We hebben eigenlijk wel alles besproken. Ja. Gewoon het bewegen met en zonder bal. Gewoon waar scouts naar kijken. Ja. Voeding hebben we heel veel over gekregen. We moesten ook steeds zelf dingen zeg maar, bedenken zodat. Het wordt niet allemaal zelf voor je gaan. Je moet het gewoon echt zelf doen wat jij gaat komen, eten. Ja. Zodat het gewoon een automatisme wordt, zeg maar. Screening hebben we gemaakt. En, daar gaan we natuurlijk nu naartoe. Daar gaan we evalueren, ja? Ja, hebben we dus. Daar gaan we dus op alle. Hebben een analyse. En daar word je ook steeds beter van. Dus Ja, eigenlijk doen we natuurlijk alles omtrent het bewegen zonder bal. Dat is natuurlijk ook het programma. Hey, want jij moest toen een presentatie houden, een korte presentatie over jezelf, waarin jij vertelde waarom je nu de afgelopen jaar eigenlijk een gamechanger bent geworden. Klopt. En toen gaf jij zo'n goede en een mooie presentatie, waarin je jezelf presenteerde, maar volgens mij help je niet alleen jezelf, maar ook anderen. Ja. Vertel er even wat over, want dit is wel echt een heel mooi. Gewoon over voeding. En daardoor ben ik gewoon echt daarop gefocust, zeg maar. En toen heb ik ook gewoon mijn ouders daarmee geholpen. En zij helpen mij ook met, want mijn moeder kookt nu ook gewoon zo elke dag. Wow. En daardoor zijn hun ook gewoon gezonder, zeg maar. En letten hun er ook op, zeg maar. Dus daar ben ik wel blij mee. En,
kan alleen maar positief zijn, toch? Hey, aankomend seizoen ga je naar Koninklijke HFC. Ja. En hoe ziet jouw toekomst er dan uit? Want je gaat naar Koninklijke HFC. Is het dan de bedoeling dat je volgend jaar meteen weer gescout wordt? Dat je vanuit daar weggaat? Ja, ik hoop hoe zie je wel dat voor zo je? Snel mogelijk bij een BVO te komen spelen. Mm-hmm. En dan daar openlijk een contract te krijgen. En dan vanuit daar eerst te bereiken. En dan misschien naar een andere club. Ja. Welk element, wat je allemaal hebt geleerd vanuit het Voetbal Game Changers programma, kan jij nu zeggen van oké, voor die voetballer die nu kijkt, zou je zeggen van oké, fix dit. Probeer je voeding onder controle te hebben of probeer echt goed slaap te focussen. Wat is het ene vooral, ding dat jij zegt? Vooral voeding. Voeding. Maar toen ik echt daarop ging letten, merkte ik gelijk wel echt een verschil met toen ik het zeg maar niet deed. En ook met die olie en zo. Ik merkte gelijk al verschil. Ik voelde me veel beter. Meer energie en zo. Ook dat. Ja. En ik merkte ook gelijk, als ik bijvoorbeeld dan ging trainen, kon ik veel langer zeg maar volhouden. Mm-hmm. Mijn conditie was ook beter zeg maar, dan dat ik bijvoorbeeld allemaal troep ging eten en zo. Wij zijn nu bijna bij de Voetbal Game Change Studio. We gaan nog een klein beetje rechtdoor. En dan gaan we rechts, links. En dan zijn we er. En dan gaan we eens kijken hoe zijn bewegen eruit ziet. Ik zie jullie zo in de Voetbal Game Changer Studio. Hoppa! Lasse, Xavier vanuit de auto naar de Voetbal Game Changer Studio. We zijn er. Hoe vind je het? Ja, vet. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? Top. Hey, we gaan natuurlijk het hebben over jouw manier van bewegen. We hebben hier een screening. We hebben de screening natuurlijk gedaan en we gaan alle facetten van bewegen gaan we doornemen. We gaan kijken en we gaan kijken hoe de screening eruit ziet. Nou, we beginnen zo meteen bij je acceleratie. En er is niks anders dan de eerste meters van het bewegen. Dus 10, 15 meter zie je zelf hier sprinten. En wat valt jou op? Mijn inzet van mijn knieën is niet hoog genoeg, zeg mm-hmm. maar. Oké. Okay. Ik zit een beetje zeg maar laag bij de grond. Ja. Dus ik kom niet echt goed uit met mijn passen. Ja. Dat is heel mooi wat je zegt, want je ziet eigenlijk dat je in het laag blijft. Je hebt een soort van zittende houding. En in die zittende houding probeer jij te bewegen. Nou, als jij daarin los gaat komen, als jij er wat meer explosie gaat laten zien. Mm-hmm. Ja, wat er dan natuurlijk gebeurt, is dat je nog meer power gaat krijgen op de eerste meters. Okay? Dus die zittende houding, wat je nu heel erg ziet, die moet omhoog komen en daar moet power vandaan komen. Ja? Dus daar moet je ook echt aan gaan werken. Dus die zittende houding wat meer omhoog komen. Wat mooi is om te zien als je vanuit je acceleratie, dus de eerste meters naar je sprint gaat, dan wordt het eigenlijk uitvergroot. En hierin zie je, als je die 30 meter pakt, dat je een houding hebt die lijkt op een zittende renbeweging. Ja, je zit een klein beetje, waardoor je eigenlijk door je knieën heen zakt en daardoor kan er niet echt power geleverd worden die je wil leveren. Je bent snel, maar jij kan nog veel sneller. Mm-hmm. Oké? Okay? Daar wil ik sowieso aan werken met je. Zijn er andere dingen die jij ziet? Het is niet echt gecontroleerd, zeg maar. Mm-hmm. Er kan meer controle overkomen, dat ik gewoon gecontroleerd ren, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat vooral eigenlijk. Mooi, meer controle over het bewegen en ja, eigenlijk ook die armbeweging, dus bedoel je? Ja. Mooi. Nou, als we gaan met de sprint, gaan we naar je afremmen. De afremmende beweging, deceleratie. Nou, dan zie je hier ook weer sprinten. Wat zie jij gebeuren als jij afremt? Ten eerste rem je al iets vroeg af, hè? Klopt, ja. Wat zie jij nog meer gebeuren? Mijn lichaam gaat een beetje naar achter. Mm-hmm. Maar op zich, het is niet zo erg dat ik helemaal naar achter. Ik ga wel een beetje naar voren al, maar het kan altijd beter. Ja. Dus ja, daar moet ik nog iets meer controle over krijgen, zeg maar. Yes, dus we gaan wat meer controle, daar moeten we echt naartoe gaan werken. Meer controle over het bewegen, vooral bij het afremmen. En dan is het eigenlijk dat we gaan spelen met jouw bovenlichaam. Oké, dat de druk vanuit knieën, enkels, gewoon echt zo klein mogelijk wordt. Oké? Is het een beetje helder? Yes. Oké. Zijn er dingen niet duidelijk? Of zijn er dingen dat je denkt, nou, dat had ik niet verwacht? Nou, nu ik het zeg maar zo terug zie, het ziet er zeg maar, dan denk je van waarom doe je dat zeg maar. Maar het gaat gewoon automatisch of zo. Ja. Dus ja, ik ga er wel nu op letten echt. Ja, we gaan erop letten, we gaan erop trainen. We sluiten de gym, of in ieder geval de studio af en we gaan naar de gym. En daar gaan we trainen op alle facetten van het bewegen.
Ben je klaar voor? Yes. Let's go to the gym. Studio naar de gym. Xavier is al begonnen en we gaan werken aan zijn verbeterpunten. We gaan werken aan zijn zittende houding. Ik wil hem meer rechtop hebben. We gaan zorgen dat zijn wendbaarheid verbetert. En dat hij natuurlijk kan draaien in combinatie met de sprint. En dat hij geen snelheid verliest. Ik heb er super veel zin in. Daar gaan we. Tip van vandaag, we hebben natuurlijk Xavier gezien aan de hand van zijn screening. We willen hem aan de hand van zijn bovenlichaam en onderlichaam veel flexibeler hebben. Dus dit is een hele goede mobiliteitsoefening om mee te beginnen. Zorg ervoor dat je op je buik ligt, je rechterbeen gaat naar je linkerhand, linkerbeen naar je rechterhand. En zorg ervoor dat je bovenlichaam en onderlichaam lekker flexibel is voor de training. CV, hoe ging het? Ja, goed. Top, je hebt onwijs goed getraind. Ik heb natuurlijk een interview gedaan met hem in de auto. We zijn een screening gaan doen in de studio. We hebben natuurlijk nu getraind. Waar gaan we nu naartoe? Naar het voetbalveld. We gaan naar het voetbalveld, want daar staat de challenge op om te wachten. Ben je er klaar voor? Tuurlijk. Oké, even wat zweet afvegen en dan gaan we. De Voetbal Game Changer Challenge. Xavier, het enige wat ik kan zeggen, succes. Geloof in jezelf en laat maar zien hoeveel punten je scoort. Dankjewel, moet goed komen. Gaan we. Yes, de challenge zit erop. Xavier, hoe ging het? Ja, ik had beter verwacht. Ik dacht ook dat het makkelijker was, maar het is toch minder goed gegaan zoals ik had gehoopt en gedacht. Oké, jammer. Je hebt nu 2 ballen met je goede been op de lat geschoten, oftewel 2 keer 10 punten verdiend. Dat betekent dat je 20 punten hebt in de tussenstand. Voor de volgende Voetbal Game Change, wat heb jij hun te melden? Goed oefenen. En vooral je best doen, want je hebt maar 10 ballen. En probeer zoveel mogelijk punten te scoren. Top, helemaal goed. Dus je hoort het. Ik zie de volgende aflevering bij de Voetbal Game Changer Challenge. Xavier, dankjewel. En voor de volgende Voetbal Game Changer, zorg dat je ready bent.